Hey, hoi, leuk dat je weer kijkt. Het is weer een nieuwe week. Mijn stem is misschien een beetje anders. Tenminste, ik hoor hem zelf anders, want alles zit dicht. Ik word er helemaal gek van. En ik ben thuis nu mijn neusspray en pillen vergeten. Maar goed, maakt niet uit. We gaan lekker door. Ik ben nu onderweg naar Roffa. Ik ben gisteren in de bios geweest naar... Godverdiefus. Happy Dead Day 2. Nou, ik weet niet. In het begin is die een beetje kut, omdat je alles 30 keer te zien krijgt. Maar daarna, het verhaal is op zich wel goed. Maar je moet niet eigenlijk alles 30 keer te zien krijgen, want dat is gewoon kut. Maar goed, jullie beginnen te trillen. Niet door de Parkinson, maar omdat ik de weg op rij. Dus dat weer. Ik zie jullie zo later. Zo, hoi, hoi, hey, ik weet het allemaal niet meer. Ik ben een beetje heel raar aan het filmen, geloof ik. Want dan wel en dan niet. Ik heb, vergeet het af en toe. Gisteravond hebben we ineens besloten naar de Sterren van Holland te gaan. De beelden heb je net gezien als het goed is. Of die ga je nog zien. Nee, denk ik ik ga me nu klaarmaken, want ik ga even lekker nog. Ik zit in mijn apenpakkie, maar goed, pingwingpak. Mijn stem is niet zo van het zuipen en het feest hoor, want ik ben gewoon zwaar verkouden. En ik heb gewoon gebopt gisteren. Niet aan te raden. Bij een Sterren van Holland. Pardon. Maar goed, ik ga dus even iemand zoeken, want ik wil even nog op het terras zitten voordat ik ga werken. Want ik hoef om 6 uur te beginnen. Het lijkt me wel even lekker om gewoon even te chillen op het terras. Maar goed, iedereen is al bij werken, weet ik van wat. Want het is natuurlijk gewoon nog vrijdag. De vakantie is nog niet begonnen. Jezus, ik word echt wit. Ik word echt een beetje kut. Doch. Maar goed, we gaan er het beste van maken en we gaan kijken wie er mee willen. Even serieus jongens, ik was net in het centrum van Dordt. Fucking druk en ik snap niet waarom, want het is, er is gewoon geen bal aan meer. Er is geen ene goede leuke winkel meer. Helemaal niks. Maar ik wou toch even zeggen, het was te vroeg, dus ik ging een rondje rijden. Daar heb ik gewoon zin in. Ik dacht, ze moet ik weer naar huis, geen gedoe. Maar dit is ook gewoon Dordt. En jullie denken natuurlijk, je zou toch op het terras gaan zitten, dat zou ik ook gaan doen, maar er kon niemand. Dus ik ben een beetje door de biesbos aan het rijden. Dus, oh. Het is echt mega druk op die dijkjes en zo. En nu zie je dat toevallig even niemand, maar continu mensen die aan het wandelen zijn en aan het fietsen en alles. Oh, zo lekker. Het is ook zulk lekker weer. En dan vanavond even een feestavondje draaien. Maar goed. Er zit achter mij, er zit zelfs iemand. Oh, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Nou ja, dat zien jullie niet. Er zit iemand zelfs op een dijkje te genieten van de zon met een muziekje op. Maar ik geniet ook nog even met een muziekje, maar dan in de auto. Ik zie jullie vanavond weer. Zo, het is inmiddels 2:30. Ik ben klaar met werken. Morgen ben ik vrij. Een redelijk druk dagje gepland eigenlijk. Ik ga nu naar binnen bij Rob thuis.
En dan slapen. En dan een beetje uitslapen. En dan morgen een redelijk druk dagje. Moeilijk praten. Ik heb net voor het eerst zelf afgesloten. Alleen ook gelijk. Het is niet zo dat er nog iemand bij stond van... joh. Doe jij maar, ik kijk even mee. Nee, het was gewoon... bam. Leidinggevende weg. Tenminste, manager, zeg maar dan. En mijn baas weg. En dan sta ik dan met gewoon een collega nog samen alleen. Ik mag natuurlijk niet alleen afsluiten. Maar goed, het is goed gegaan, dus... dat. Ik ga slapen. Ik kraam echt onzin uit. Oké, ik ben bloedzagrijnig. Zou deze naar de bios gaan ook. Oh, ik heb ruzie gehad met mijn moeder, ook heel fijn. Ik was er helemaal moe van. Maar goed, oh, misschien wil je dat niet zien. ik ga zomaar naar de stad, lekker een beetje op het terrasje zitten dan maar. Daar maar wat drinken. Want het is tenslotte zondag en heerlijk weer. En je moet toch wat. Ja? Ik zou eens naar de bios gaan, maar goed, dat halen we al niet meer. Het is wel echt heel mooi de lucht. Sarah is alweer klaar, dus we gaan weer terug. Genoeg gegeten, Domi. Het is hier niet zo lekker. Echt wel. Jij bent niet lekker. Tom, jij genoeg op. Leuk man, maar niet meer. Lekker. Hey, hoi, het is weer maandagochtend. We gaan weer werken in Rotterdam. Gisteravond zijn we nog bij Vanessa en Ruben beland. Het was alweer even gezellig. En ik toch een beetje aan het kijken van huisjes en zo. Ik heb voor het eerst op een huisje gereageerd ook. Ik sta wel 14e, maar je weet het nooit, toch? Ik vind het spannend. Maar goed, lijkt me leuk. Het is niet heel groot of zo, maar ik ben maar alleen. Ja, alleen, met z'n tweeën. Maar eerst alleen. Ja. Maar goed, ik ga beginnen en ik zie jullie vanmiddag, vanavond, weet ik veel wanneer weer. Dus dat. Oh. Ik heb er geen puff voor, ik ben moe. Alweer, chronisch moe gewoon. Ja. Maar goed, we zijn nog steeds niet naar verliefd op Cuba geweest. Ik wil er echt heel graag heen. Meer dat we nu tijd hebben, is het echt pas... weet ik veel wanneer. Ergens volgende week of zo. Ik kan eigenlijk deze week beginnen net. Dat heb je als je alle twee werkt en een druk hebt en alles. Ach ja, we krijgen hem heus al te zien. Dat is sowieso. Maar goed, ik ga naar binnen en ik spreek jullie wel weer. Het is wel een super lekker weer. Ik heb gewoon zin om weer op het terras te gaan zitten. Maar goed, het gaat niet. Ik moet gaan werken. Tenminste, ik ben al aan het werk en ik ga nu door. Oh. Dan gaat mijn telefoon bijna. Ik ben er gisteravond achter gekomen dat ik daar nog een jaar mee moet doen. Tot volgend jaar maart. Ik mag wel eerder verlengen, maar dat is niet echt de bedoeling dat ik dat ga doen. Dat moet goedkoper gaan doen. Anders. Want ja, als je op je telefoon wil je ook eten, toch? Ja, dat is ook wel fijn op zich. Dus. Deze is een telefoonrekening van 80 euro per maand ook niet handig. Dat kun je veel goedkoper doen. Ik heb nu alles onbeperkt. Waarom zou ik eigenlijk alles onbeperkt moeten hebben? Ik kan hem ook nu al naar beneden gooien. Zou ik dat niet gewoon doen? Nee. Nee, ik red dat dan niet, denk ik. Net zoals dat ik hier ben. Dan wil ik gewoon af en toe lekker veel op YouTube zitten. En serie kijken af en toe. Als ik me verveel. Ja. Dus misschien daarna. Ga ik het daarna doen. Ik heb net een hele tray dat bol gekocht. Misschien is dat een beetje overdreven, maar goed. Ik dacht, nu ga ik iedere ochtend als ik hierheen moet, zeg maar als ik vroeg moet beginnen naar de Albert Heijn, dan is het goedkoper om gewoon een tray te halen bij de macro. Dat was die 24,50 of zo. Bij de Appie is het 1,35 per blikje tegenwoordig al. En zelfs de Jumbo is al 1,20, ongeveer meer zelfs al. Maar goed, ik ga het rijden op het gemakje aan, want ik moet hier altijd pas zo vaag. Als ik hier om half weg rijd gewoon, sta ik altijd voor de brug bij Papendrecht. Als ik hier pas kwart voor weg ga, dan rijd ik er net achteraan. Zeg. Tenminste niet achter die brug aan, maar dan kom ik niet in die file te staan van die brug. Die is dan gewoon weg.
En dat is best gek, want als die brug open gaat, dan rij ik er ongeveer om het hele uur. En 5 over, daartussenin. En dan sta ik er eerst voor. En dan rij ik dan pas weg, zeg maar, tussen het hele en 5 over. En als ik pas om 4:15 ga rijden, dan ben ik echt 2 minuten later of zo. Nee, dan ben ik er iets later in, want dan is heel die fucking file al weg en ik snap daar nooit geen hol van. Terwijl dat als je er dan voor staat, dan duurt het mega lang voordat iedereen op is getrokken, want die mensen zijn zo langzaam tegenwoordig, zeg niet te doen. Maar goed, ik ga richting Dordt. Ik ga de nieuwe route oefenen. Want de weg hier gaan ze binnenkort afsluiten, dus ik moet de nieuwe route oefenen. Dus, als jullie me niet meer zien, dan is mijn batterij leeg gegaan en ben ik verdwaald en kom ik nooit meer thuis. Ja, genoeg drama. We gaan richting Dordt. Zo, het is dinsdagochtend. Weer hetzelfde verhaal. Ik sta alweer in Rotterdam. Ik heb gisteravond niet meer gefilmd. Ik zou eigenlijk naar de bios gaan. Maar ik heb het niet gehaald, omdat het allemaal een beetje uitliep gisteren op mijn werk. Dan ga ik het vanavond opnieuw proberen. Nee, ik heb gisteravond alleen maar Wies de Mol teruggekeken. Ja. Die ging er nou, hè? Oh ja, dingen ging eruit. Ik ga niks zeggen, want ik ga geen spoilers maken of zo voor de mensen die kijken en nog terugkijken. Maar goed, ik twijfel tussen 2 mensen: Nielson of Sarah. Rob zegt Sarah, of Rob zegt Nielson, maar ik denk iets meer Sarah eigenlijk. Want volgens mij doet zij. Dat ze veel dommer is dan dat ze is. Want volgens mij is ze veel slimmer. Maar goed. Daar moeten we nog een week op wachten nu. Dan weet je in ieder geval 2 mensen die wel door zijn. Spoiler. Maar goed. Ik ga naar binnen. Veel licht, man. Ja. Hey mensen, ik heb dus een dilemmaatje. Er zijn gewoon 3 mensen die nu eens iets van me willen. En met me iets willen doen. En ik weet niet met wie ik weg moet gaan. Er was iemand als eerste natuurlijk. Die wil terras gaan zitten. Vind ik leuk. De tweede wil ook terras gaan zitten. Maar moet ik dan die ene afzeggen? Omdat die andere dan... Want die gaan niet zo goed samen volgens mij. En weer een ander. Die gaat shoppen in Rotterdam. Vind ik ook heel leuk. Maar dat kost weer meer geld. Ik rij anders wel gewoon naar Dordt en dan kies ik daar wel. En waarschijnlijk als jullie dit zien, dan heb ik al gekozen voor wat voor dag ik ga nemen voor te wisselen. Ik ga waarschijnlijk op een andere dag mijn video's plaatsen. Ik denk dat dat beter is, dat ik het gewoon op zaterdag doe. Want dan heb ik sowieso altijd wel een dag vrij door de week om te gaan editen. Zodat die op zaterdag gewoon online kan komen. Want nu is het dinsdag en ik moet morgen ook werken. En dan is hij dus sowieso te laat. En om het nou nu te gaan doen, heb ik er ook weer geen zin in. Want ik ben nu ook klaar en ik wil gewoon ook op het terras gaan zitten. Want het is fucking 17 graden. Wat een gedoe. Dus. Ik laat het wel even weten. Ik denk dat het zaterdag gaat worden. Maar goed, dat zit ik nu allemaal wel leuk te vertellen, maar dat weten jullie dan al. Want dat is er al geplaatst en is deze video ook later. Wat een ellende. Ik ga eens even kijken. Ik ga in ieder geval eerst eens naar Dordt. Dan kijk ik wel verder. Zo, we met Tammy. Ik ga er eens even bellen. Kijken wat ze allemaal aan het doen is die kut. Hey Siri. Bel Tammy. Welk telefoonnummer voor Tammy Jonheim? Mobiel nummer of... Oud nummer. Mobiel. Ik bel Tammy Jonheim. Mobiele nummer. Hoi. Ja, waar ben je? Ik zie je, hè? Ja, kom dan naar beneden. Oh, serieus, ben je er? Ik sta voor de deur. Oké, wacht, geef me. Oké, wacht, ik kom aan. Hoe lang heb je nodig? 5 minuten.
5 minuten. Let op en mensen, kijk, het is nu zo laat. We gaan het zien. Okay, ja, we gaan het zien. Gewoon naar boven, want... Wat zei je? Ik weet niet of het 5 minuten redt, maar ik ga mijn best doen. Ja, ik wacht. We houden het bij. Is goed. Even make-up afmaken. Oh, dus het duurde wel een uur. Nee, ik was op... Okay, eerder ja. Dat Eddie de clown klaar is. Nou ja, ik zie zo wel. Zo. Sorry. Doeg. Hoe is dat? Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren. Het is nu al in ieder geval een minuut verder. Maar goed. Oh, Rob's app mee. Misschien is het wel aardig om even te zeggen dat ik naar het terras ga ook. Hij kan niet meer mee, want hij moet om 4 uur beginnen. Dan kan ik hem wel oppikken en dan meeneem je naar het terras, want het is vlak bij zijn werk. Maar hoe kom je dan thuis als ik vanavond naar de bios ga? Ik ga wel even appen. Dan. Nog maar 1 trap. Je moet niet vloeken, dan moet ik weer gelopen piepen en zo. Oh, kijk die Jezus in de maneschijn. Ja, best mooi voor een bioscoopscherm. Oh, wat een ellende. Dit kunnen alleen Tammy en ik dan weer. Hoe moet dat? Gewoon heel knap dit. En dan blijft er ook voor heel die rode hondjes liggen. Misschien moeten we ook van deze spelletjes al uitgaan. Maar ik wil eerst die bal erin. Zijn we thuis van het terras ook. Zijn daarna nog uit eten geweest. Weer bij, weet het, bij Hollywood. Daarna ook nog in de bios. Met de Prodigy of zo. Een of andere horror, een beetje rare film. Ik was ook in slaap gevallen. Het is me nog nooit gebeurd in de bios dat ik in slaap viel. Nou, genoeg erg hoorde die was, maar niet goed. Maar niet heus. Ja, ik hoorde Tammy af en toe kokken als ze naast me, maar goed. Als het goed is, liggen Rob al op bed. Ik ga samen nog even doen. En dan lekker ook naar mijn nest. En dan morgen weer even werken. En dan duik ik ook weer het terras op. Dus dat. Dus tot morgen. Ik ben mijn camera vergeten. Ik ben zelfs op de fiets nu naar de stad. Ik zit even in de haven te wachten tot Oscar hier is, iets met de waterbus. En dan zo richting de wijnbar. Daar heb ik op het terras borrel. Heerlijk. We hebben al een tijdje afgesproken naar de Efteling te gaan, op een examen. En precies vandaag is het veel minder weer. Heel de tijd lekker weer en nu minder. Maar goed, we gaan gewoon. We gaan inmiddels met z'n vieren nu. Ik ga nog even mijn auto opruimen en dan gaan we.
Goedemorgen mensen, het is alweer vrijdag. Ik ga zo werken. Even een ochtendje en dan daarna ben ik even vrij. Dan ga ik naar de kapper en dan weer werken. Er is carnaval vanavond uitverkocht. 400 man of zo geloof ik. Eens kijken hoe dat gaat. Lijkt me wel leuk. Maar goed, ik wou ook nog even zeggen. Gisteren na de Efteling zijn we nog naar de bios gegaan naar Verliefd op Cuba. Verliefd op Cuba, maar hol. Wat een kutfilm is dat. Ik weet niet hoor, Tui, maar jullie hadden je geld beter ergens anders in kunnen stoppen. Andere sponsors ook trouwens, maar maakt niet uit. Nee, sorry. Het verhaal is op zich grappig bedacht, maar wat een kutfilm. We wilden gewoon weglopen. Maar ja, één iemand had betaald, dus dat vonden we eigenlijk ook wel weer zonde. Ook al wilde diegene ook weg. Maar ja, ik moet ook eerlijk zeggen, er was nog iemand anders bijgekomen. En we vonden het lullig om weg te gaan. Die was alleen voor de film gekomen, die was niet mee naar de Efteling of zo. Dus dan waren we weggegaan en dan was diegene het helemaal uit Dordt naar Breda gereden. Voor niks. Dus dat was lullig. Maar goed, ik ga jullie weer meenemen vandaag. Ik zie dat ik eerst mijn ramen schoon moet gaan maken, want het is echt heel erg, hoe noem je dit? Het is niet beslagen, maar heel veel, zo heet dat? Douw of zo. Miezer, heel veel miezer. Miezer. Er zit heel veel miezer op mij. Oh, kooi. Ja, ik ga het er even afdoen en dan ga ik richting Roffa. Ik ben klaar. Het was echt fucking hectisch weer gewoon. Want ze hadden weer van die vergaderingen en zo. Echt verschrikkelijk. De vergaderingen zijn tegenwoordig buiten de deur, maar dan komen ze wel hier nog lunchen. Echt, jongen. Nou, nooit nemen ze iets. Maar dan nu moeten ze allemaal ineens wat van je. En dan ook. Staan te roepen van de andere kant. Van ja, ik wil ook wel bestellen, ik wil ook wel bestellen. Ik heb zo'n bespreking. Jongen, kom naar neer. Je ziet dat ik het druk heb, joh. Ik ga echt niet andere mensen voor laten omdat hun een bespreking hebben. Doei. Ik weet niet wat ik wil luisteren. Ik doe gewoon de flow. Oké, ook leuk. Ik kan alles wat. Doe er één op. Later. Hey. Zo. Het is 4:15. Ik ben nu bijna thuis. Net klaar met werken. Het carnavalsfeestje was op zich wel gezellig. Maar op een gegeven moment hebben mensen te veel op. En dan vind ik het toch best wel vervelend. Maar ja, dan heb ik het verkeerde vak gekozen. Dus dan moet ik mijn leren leven. Maar goed. Mensen die al moeten werken. Zo vroeg op zaterdag. Het is 4:15. En ik zie echt al heel veel auto's rijden weer gewoon. Maar goed, maakt niet uit. Ik, wat zou ik zeggen? Ik ga zeggen bedankt voor het kijken en hij is eindelijk scherp. Dan ga ik zeggen tot volgende week. Bedankt voor het kijken toch weer en tot volgende week. Later.